Yo, Gianan hier en welkom terug bij deze nieuwe video van F1 2021 My Team Career Mode voor aflevering nummer 2 hier in Spanje. Heb jij de allereerste aflevering gemist in Bahrein, dan zal ik die eerst even terugkijken voordat je deze dus gaat zien. Dat kan recht om het ietsje, klik daarop natuurlijk die aflevering verschijnen. Ben jij nieuw op mijn kanaal? Abonneer dan voor meer wekelijkse F1 2021 Career Mode content. En gameplay content. Schakel ook een lekker belletje aan als je geen enkele aflevering van mij mist. Like de video als jij hem leuk vond. Dislike hem als jij hem niet leuk vond. Volg me ook even op de sociale media. Mijn gebruikersnaam in de beschrijving. En dan gaan we gewoon lekker door met de kwalificatie voor de grote prijs van Spanje. Dan zijn we inmiddels aanbeland bij de kwalificatie hier in Spanje. Kijken wat dat gaat worden. Ik ben bang dat wij niet kunnen doorstromen naar Q2, want de auto is gewoon nog niet goed genoeg. Ziet weer iets te wijd en dan probeer ik het daar goed te maken. Raak ik de curbstone en is het een spin met een volvleugel beschadiging. Dus dat gaat ons extra pijn kosten. Kijk maar, er zijn nog maar 11 minuten te gaan. Als we nog onze eerste run moeten gaan noteren. Dus dat belooft nog wat. Hopelijk dat deze eerste run misschien goed genoeg is om, bijvoorbeeld een P17. Dan vind ik het allemaal best. Maar stel dat dit een P20 wordt, dan moeten we er nog een keer voor gaan. Het zou erg jammer zijn als we hier voor twee banden zitten moeten gaan opofferen. Omdat we toch niet door kunnen komen naar Q2. Nog steeds een P22. Dus nemen die bocht wat kort. Maar we krijgen daar geen penalty voor. En dat is op dit moment een P19. Net voor Lundgaard. Dat is nog steeds een P19. We gaan onze laatste run in banden opwarmen zoals het hoort. Het publiek klapt gewoon, hoor ik. Ik denk dat ze dat gewoon leuk vinden. We moeten de remmen even goed opzien te warmen. En dan gaan we ons voorbereiden voor onze laatste run hier in Spanje met nog 2 minuten op de klok. Kijken of we ons misschien kunnen verbeteren. DRS geopend. We moeten in ieder geval voor Giovinazzi eindigen, want dan zitten we safe. Hadden daar misschien wat meer risico kunnen nemen. Dus het heeft een paar tienden gekost. Viertiende onder de tijd van Giovinazzi, dat is goed. Groen in sector 2. Nemen een track limits waarschuwing mee. Is dat genoeg voor Q2 op dit moment? Dat is goed genoeg, P16. Dat is goed genoeg, maar de vlag hangt uit. Bottas naar 1, Hamilton 2, Verstappen 3, Perez 4, Ricciardo 5. Waar staan wij? P19. Giovinazzi en Schumacher hebben ons gepasseerd. Dat betekent dat wij niet door zijn na Q2 en hierbij dan dus de wedstrijd op moeten gaan starten. We zien het wel wat het gaat worden voor de grote prijs van Spanje. Ik ben heel benieuwd, hoop ik jullie ook. Daar gaan we dan voor de tweede aflevering van F1 2021 My Team Career Mode. Welcome along then to what promises to be another fascinating Spanish Grand Prix. A race which saw Max Verstappen win on his first ever appearance with the Red Bull team in 2016. This after the dramatic coming together of Lewis Hamilton and Nico Rosberg on the first lap. Will we see more moments for the scrapbook here today? The Circuit de Barcelona-Catalunya then, a high-speed 2.89-mile circuit which demands an efficient downforce package and bravery on the part of the driver, especially through the blind right of Turn 9, which we might just see taken flat this weekend.
Before we begin, let's take a quick look at the grid lineup for today's race. Valtteri Bottas lines up on pole position, and it's Lewis Hamilton alongside. As we continue through the rest of the grid today, we have Verstappen, Perez, Daniel Ricciardo, and Norris, Leclerc, Vettel, Sainz, and Lance Stroll, Gasly, Fernando Alonso, Yuki Tsunoda, and Ocon, Raikkonen, Russell, Antonio Giovinazzi, and Mick Schumacher, the Professor, Latifi, Mazepin, and Christian Lundgaard. That's it then, it's time to go racing as we head to trackside for today's race. We zijn inmiddels aanbeland bij de grid. Medium hard is de strategie. We nemen extra fuel mee om misschien hard te kunnen pushen. Daar gaan we dan voor de tweede aflevering van F2021. My Team Karemo, de lampen zijn uit en we zijn onderweg. En we komen beter weg dan Schumacher, beter weg dan Giovinazzi en beter weg dan George Russell. Dat is een vraag. Nou, Russell zit er wel aan mijn zijkant, maar we remmen hem hier mooi uit. Raikkonen kunnen we niet verschalken, Alonso ook niet. Sorry, dat is Esteban Ocon. Nou, Russell zit nog steeds aan die binnenkant. Hij houdt hem lang vast. Zit nog steeds aan die binnenkant. We knijpen hem wat richting bocht nummer 3. Hij zit daar nog steeds. Nou, lukt dat. We laten hem mooi staan. En dan hebben we hier ook Giovinazzi en Ocon gelijk de gaas genomen. Omdat we langer hebben ons rem dus korter hebben ingehouden. Het gaspedaal langer hebben ingedrukt. En dat is P14. Yuki Tsunoda is de volgende. Die rijdt op een P13. Maar we voelen wel de druk van Esteban Ocon. Ik kijk naar de buitenkant, maar daar is geen ruimte. Daar is geen plek. Tsunoda ook inmiddels gepasseerd. Maar hij kan hier weer terugkomen. Tsunoda kijkt naar de buitenkant. Rent wat later dan ons. Maar wij laten hem hier mooi staan. En dat is P12 nog steeds. Maar daardoor is het gat naar Fernando Alonso inmiddels opgelopen naar 2,6 seconden. Valtteri Bottas heeft de snelste race ronde neemt met een 1.18.440. Gasly naar 10. En wij noteren een 1.22.3. 6,6 seconden sneller dan onze vorige tijd. Dus dat is nice om te zien. Diezelfde Alonso pakte het laatste punt in Bahrein, waardoor wij tekort kwamen. Dus ronde nummer 4. En daar zit dan Yuki Tsunoda naar de buitenkant. Is er voorbij, raakt wel ons voorwiel. Maar wat doet Yuki? En Yuki doet hier iets heel doms. Die beweegt daar in de remzone, gaat weer terug naar zijn racelijn. En daardoor kunnen wij weer terug aanvallen. Dat is dom van de rookie. En dus moet hij het zometeen opnieuw gaan proberen. Wij zijn trouwens ook een rookie in F2021. Maar dat is met alle career modes. Schieten daar een klein beetje door. En Tsunoda is weer terug. Nee, net niet. Ik denk hij zet hem ernaast aan die binnenkant. Dat is wel heel gedurfd. Want dat gaat meestal niet. En toch had hij het bijna gedaan. Oh, de auto waren we daar bijna kwijt. We moeten even goed concentreren. En daar zijn we de auto dan wel helaas kwijt. Een spin. En hier ontstaat file. Vanwege ons. We moeten even in zo achteruit raken Ocon en de safety car is ingeschakeld. Schumacher is uitgevallen, Giovinazzi is uitgevallen, Mazepin is uitgevallen. En ik dacht, zal ik naar binnen gaan? Nee, we gaan niet naar binnen. Daardoor hebben Bottas en Sainz denk ik een probleem, want die zijn net naar binnen gekomen voor hun eerste pitstop. Daar hebben we ook Charles Leclerc. Zijn we er voorbij? We zijn er voorbij. Dat was natuurlijk Carlos Sainz. De safety car moeten we nog pakken. Kunnen wij hier dan Charles Leclerc pakken? Dat lukt, maar die plek moeten we helaas teruggeven. Dat is jammer. Dat is heel jammer. Ik denk, ik kan misschien stiekem Charles Leclerc nog meepakken. Maar helaas. Ocon is weer bij ons aangedrongen. Het gat is 15e. De safety car is nog steeds op de baan. En Raikkonen en
Lundgaard hebben 5 seconden tijdstraf gekregen. Ik denk vanwege het toucheren met concurrenten. Wij nog steeds helemaal clean. En we zitten in ronde nummer 9 pas van 33. We rijden achter Charles Leclerc. Hij rijdt op verse mediums. Wij rijden op versleten mediums. Weet wel dat dankzij de safety car kunnen wij fuel gaan besparen. Dankzij een tip van een kijker hebben wij dat nu weten te ontdekken. Dankjewel voor die tip. En kunnen wij ook misschien langer mee met deze band. Safety car duikt naar binnen. Volgens mij mag Max Verstappen of Checo Perez het tempo gaan bepalen tot aan de finishlijn. En wij moeten wakker blijven. Een nieuwe strategie. Soft en hard. Maar dat wordt gewoon een eenstopper naar de harde band. We gaan weer racen en we zijn niet wakker gebleven, want Charles Leclerc rijdt al gelijk van ons weg. Okay, clear. En Ocon zit er wel dichtbij. We zitten in ronde nummer 10 van de wedstrijd. Ocon komt daar met een aanval, zit in mijn slipstream. Wij bewegen wat op het rechte stuk om te zorgen dat hij niet mee kan profiteren. En hij kan niet profiteren, maar we maken een klein foutje, schieten daar een klein beetje door. Pakken een corner cutting waarschuwing en Ocon zet hem daar brutaal naast. In bocht nummer 2 aan die binnenkant. Het is heel close. Maar het is gelukkig nog steeds een P11. Ocon had ons dus geraakt. Daardoor is onze voorvleugel beschadigd. En moeten wij een nieuwe neus gaan halen tijdens de volgende pitstop. We voelen ook gelijk dat er minder downforce is. Want we kunnen niet snel die bocht nemen. En moeten soms het gas een beetje inhouden. Ocon zit daar aan die buitenkant. Vettel kijkt ook gelijk. Maar wij remmen laat naar Esteban Ocon. En dat is mooi. P11 nog steeds. Maar Charles Leclerc kunnen we denk ik niet meer goed rijden. Vettel is ons gepasseerd. Maar hij duikt naar binnen. Dat was even een close moment. Maar dat is gelukkig goed gegaan. We're approaching the pit window. You'll be on the hard. We gaan richting die pit window. We gaan dus naar de harde band. Gap to teammate behind is 2.4 seconds. 2,4 seconden is het gat naar Christian Lundgaard. We schieten daar een klein beetje door. De banden zijn wel wat aan de versleten kant, maar niet zo erg dat je zou denken: hey, hij moet nu echt een keer naar binnen. Nee, de banden zijn nog gewoon goed. Ocon zit daar. Nee, dat is Yuki Tsunoda. Zit daar weer met een aanval. Is hij er voorbij? We verdedigen heel scherp op het randje. Hij zit aan die binnenkant, maar wij nemen die bocht gewoon alsof Tsunoda er gewoon niet is. Waarom? Dat doet de AI ook bij ons. Wij doen het gewoon lekker terug. Dat kan je karma noemen, zoals Alonso dat in Italië 2017 zei met Julian Palmer. En dat is gewoon karma. Ik kan het niet zo mooi uitspreken als Alonso, maar goed. Karma is karma. Sainz naar 13. Hij zit dus klem achter Yuki Tsunoda. We schieten ons een klein beetje door. Tsunoda gaat hem hier dan brutaal aan die binnenkant zetten. Lukt dat? Dat lukt niet, want wij sturen gewoon in alsof hij er niet is. Hij heeft ons gewoon geraakt, zie ik. Ik heb niks gevoeld aan de auto. Ik heb niks gevoeld aan de controller. Maar Tsunoda is dus gespind. En staat 2 na laatste. Dat is pijnlijk voor de Japanner. We gaan dus naar binnen. En daar is dan Carlos Sainz voor P11. Wij verdedigen die binnenkant. Hij kijkt gewoon en dat is P11 voor Sainz. Oké, zo makkelijk kan het dus ook gaan. Ja, ik ga het niet met hand en tand verdedigen. Ik maak het hem wel moeilijk, maar ik ga niet zeggen... Ik ga niet mee in de race ervoor opgeven. Waarom? Ja, we eindigen toch buiten de punten. Zo simpel is het. En een P12, ja, ik vind het knap voor seizoen 1. Vind ik toch knap, maar ik heb liever punten. En hopelijk kunnen we dat in Monaco. Dat is niet mijn snelste circuit, terwijl we daar weer spinnen. En we zijn hem weer kwijt. En we houden Russell en Co. allemaal op. Waarom? Ik wil die plek niet gaan verliezen. Even een paar keer steken. Dit is 4 keer steken. En dat is helaas
nog meer grote achterstand te pakken. Daar ook een corner cutting en duiken naar binnen. Gaan ook gelijk voor een nieuwe neus. Want die moeten wij gewoon gaan halen. En deze pitstop gaat dus extra pijnlijk worden. Niet wat ik had gehoopt. En we staan dus op P17. En daar komen al de leiders in zicht. Die zijn nu bij sector 3. En dan zitten we pas in ronde nummer 15. We zitten nog niet op de helft. Pitstop is 7,5 seconden. Goed gedaan. En we kunnen weer racen en zijn naar de harde band gegaan. Verstappen gaat ons zometeen op een ronde zetten. Dat weet ik nu al. Want die zit in ronde nummer 16. Wij zitten in ronde nummer 15 van de wedstrijd. Giovinazzi en Schumacher uitgevallen, net als Nikita Mazepin. We zitten in ronde nummer 17, op positie nummer 17. Ocon is naar binnen gedoken, Lundgaard is naar binnen gedoken en zijn we allemaal achtergekomen. Dus dat is best wel opvallend. Dan kunnen we nu hopelijk naar Lance Stroll toerijden en Yuki Tsunoda is op de rode band. Blauwe vlaggen! Van wie? Van Max Verstappen. Die leidt de wedstrijd voor Valtteri Bottas volgens mij. Maken daar weer bijna een fout. En we gaan Verstappen hier voorbij laten. Kijken wat Hamilton doet of Bottas. Nou Bottas, wat doe je jongen? Je kan er gewoon voorbij. En dat deed hij niet. Dus Bottas verliest hier secondes en gaat naar binnen. Om een undercut te proberen op Max Verstappen. Dus eigenlijk hebben we Max een beetje geholpen omdat we Bottas hebben opgehouden. Hé, hey, landgenoot om landgenoot. Met een dikke vette knipoog. Wie wil dat nou niet? Nou, ik sowieso niet. En zeker niet voor Max. Hopelijk kunnen wij op een dag met hem vechten voor het kampioenschap. Dat zou wel heel vet zijn. Maar dan moet er denk ik 2-3 seizoenen wachten. Want de auto is gewoon nog niet goed genoeg. Weer een blauwe vlag. Het is volgens mij van Lewis Hamilton. Die daar aankomt stormen. In zijn Mercedes. Hij kan hier niet aanvallen. Hij zit een klein beetje door. Maar Hamilton moet nog even geduld hebben. Er hangt een donkere wolk, zie ik. Boven het circuit. Hamilton kijkt dan naar die binnenkant. Dat lukt. Lewis schiet een klein beetje door en we kunnen terugkomen. Kijken daar mooi via die buitenkant. En dat is gewoon nog steeds P17. Want Hamilton duikt naar binnen en gaat voor, denk ik, de medium compound of de harde compound. Ocon heeft een achterstand van 19e op ons. Door het gevecht met Lewis is die achterstand naar Ocon helemaal weggegaan. Verdwenen, footsie, verkrompen, verkrimpen, ik weet niet hoe je het zegt. Helemaal weg. En we zitten in ronde nummer 19 van de wedstrijd. Als Ocon daar met een aanval komt naar die buitenkant, is er voorbij. We kunnen laat remmen. En dat is nog steeds P17. Want Ocon laat hem niet staan. En de AI staat op 92. Dus ik weet niet waarom ze zo raar doen. En ja, als hij lager stond, ja, dan had ik echt een veel betere kwalificatierun. En die heb ik gewoon niet. Latifi naar binnen. En komt gewoon weer voor ons de baan op. Ocon heeft slipstream en DRS. Hij zit net iets te ver weg. We zitten in ronde nummer 20 van de wedstrijd. Ocon kijkt er naar de buitenkant. Weer hetzelfde verhaal. We remmen weer wat later dan de Fransman. En dat is nog steeds P17. Van 19 natuurlijk, want Lundgaard rijdt op de laatste plek. We waren de auto daar weer bijna kwijt. We moeten echt oppassen voor die curbzone, want die zijn gewoon levensgevaarlijk. Anders zijn we de auto zo kwijt. En we hebben een aantal keren meegemaakt in deze grote prijs. Dat moeten we niet al te vaak doen, want anders is Ocon ons gepasseerd. Tsunoda naar binnen. Yuki Tsunoda naar binnen. En komt gewoon voor ons de baan op. Valtteri Bottas zet de snelste tijd neer met een 1.17.9.
Onder nummer 21, Ocon probeert het dan via die binnenkant, maar dat lukt niet. Kijkt dan toch naar de buitenkant. Maar wij remmen weer wat later, laten de mooie staan, duwen hem daar gewoon compleet van de baan. Waarom? Ik moest mijn eigen auto redden. Liever mijn eigen auto dan Ocon zijn auto, zou je denken. Dat klopt ook. En nog steeds P17 van ons. Verstappen is ons gepasseerd en we krijgen weer blauwe vlaggen van Valtteri Bottas. Oh, de auto daar weer bijna kwijt op dat rolpunt. En Bottas laten we mooi voorbij. Ocon dacht mee te profiteren, maar dat lukt niet. En volgens mij gaat Verstappen alweer ronde nummer 24 alweer in. Dat is nu ronde nummer 25. En wij gaan ronde nummer 23 alweer in. Dus Verstappen heeft ons op twee ronden gezet in deze grote prijs. We hebben wel DRS van Bottas. Remmen wel wat naar hem toe. Ik denk, ja, misschien kunnen we onszelf unlappen, maar dat is gewoon helemaal niet mogelijk. Weer een blauwe vlag van Lewis Hamilton. In ronde nummer 24 van de wedstrijd. Oh, we blokkeren hem gewoon eventjes voor de lol. Waarom niet? Ik vind het gewoon leuk om een beetje te pesten. En we kunnen later remmen dan de Brit. Hoppa, en duw hem daar gewoon wijd. En dus heeft Hamilton een enorme achterstand opgelopen. Dankzij ons, want wij houden hem gewoon op. We krijgen hier geen blauwe vlaggen. Dus ik mag gewoon met hand en tand gaan verdedigen. Als er weer een blauwe vlag komt, dan ga ik gewoon aan de kant. Ja, dat zeg ik wel, maar goed, ja. Vooruit. Niks gezegd. Hamilton kijkt naar die buitenkant. Lukt niet en moet het nog een keer gaan proberen. Dan krijgt hij hier weer blauwe vlaggen. Ja, ik heb dus blauwe vlaggen. En Hamilton gaat ons gewoon passeren. Nee, want wij verdedigen gewoon scherp. Keek daar wel naar die buitenkant, maar dat was gewoon geen plek. Hamilton probeert het daar via die binnenkant. Remmen wat later dan de Brit. Laat hem mooi staan hier via die buitenkant. Laten uitrollen. En dat is nog steeds P17. Hamilton zit er wel aan die binnenkant, maar daar is geen ruimte, Lewis. En hij moet de strijd staken. Voorlopig, want hij kan zometeen gewoon terugkomen met DRS. En dat betekent dat wij zometeen het haasje zijn. We moeten hem ook gewoon een keer voorbij laten. Anders is er gewoon helemaal geen ene aan. Ocon zit gewoon te kijken. En Hamilton gaat hier denk ik ons mooi voorbij. Heb je hier overteken op. Hamilton kijkt naar die. Ja, doe maar rustig. En Hamilton is ons voorbij. We kunnen ook niet terugkomen. Jammer, maar helaas. En dat is nog steeds P17. Maar die achterstand met Bottas, Verstappen en Hamilton is inmiddels groot geworden. En dat betekent dat Lewis de wedstrijd niet meer kan gaan winnen. Zo simpel is het. We zitten in ronde nummer 26 alweer. Als Ocon daar misschien opnieuw een aanval probeert op ons. Zit daar net te ver weg. Het gat is 2/10. De banden zien er nog uitstekend uit. Probeert daar wel via die binnenkant. Dat zie ik. Ocon naar die binnenkant. Zet hem er gewoon naast. Dat is gewoon fantastisch om te zien dat de Fransman dat durft. Hij zit er nog steeds naast. En is er voorbij. Hij heeft daar een momentje. Kunnen daar misschien zometeen terugkomen. Komen hier heel agressief terug. Raken gewoon Ocon. En is onze sidepod beschadigd? Nee! Onze vloer en sidepod is niet beschadigd. We hebben gele vlag. Virtual safety car is uitgeroepen voor een reden. Oké. Dat is gek. We zitten in ronde nummer 28 als Ricciardo ons op een ronde zet. Alweer. Maar dat is dit keer Ricciardo natuurlijk. En dan gaan we zo meteen tegen het einde van de wedstrijd aan. Want dan zit het er alweer op. En dan gaan we ons voorbereiden op het gevreesde circuit van allemaal. Wat ik echt niet fijn vind. Monaco. Auw. Dat is gewoon voor mij een rot circuit. En ik verwacht er gewoon niet zoveel goed. Waarom? Ja. Ik ben er niet goed in. Ik film met de controller. De auto is gewoon bagger. Ik maak daar te veel fouten. En het is 39 ronden daar lang. Concentreren. En dat kan ik niet. Maar goed, we zullen zien wat het gaat opleveren. Weer blauwe vlaggen voor Charles Leclerc. Sorry, voor ons, maar dan is Charles Leclerc de blauwe vlaggenman. Wat zeg ik nou weer? Dan is Charles Leclerc degene die ons voorbij gaat. En dat is inmiddels P7. Want wij rijden gewoon nog op P17. Het is daar geel. Daar valt iemand stil. Dat is volgens mij Carlos Sainz. Die daar uitvalt en 0 punten brengt voor Ferrari. Dat is jammer voor hem. Ja, Carlos Sainz uitgevallen in de wedstrijd.
Jammer voor de Spanjaard. The gap to the car ahead is 20.1 seconds. 20,1 seconden is het gat naar George Russell. We zitten inmiddels in ronde nummer 32. Weer blauwe vlaggen. Voor wie is dit nou weer? Dat is volgens mij voor een Mercedes van Lewis Hamilton. Nee. Van wie is dat? Is dat Russell? Dat is Alonso. En die gaan we dus voorbij laten als dat kan. Jazeker. Alonso dus... voorbijgelaten. Ook hebben we daar Pierre Gasly. En we maken daar gewoon mooi ruimte. Max Verstappen wint de wedstrijd in Spanje. Pakt volgens mij zijn tweede overwinning van dit seizoen. 2-2 voor de Nederlander. Is bezig aan een topstart in de 21-21 Martin Career Mode. Hamilton pakt dan snel zijn race van het punt af. Wij gaan dus naar een P16. Ja, ik vind het niet al te best. Ik vond Bahrein toch veel beter. Maar het kan dus zijn dat het circuit ons weer beter ligt dan Spanje. We hebben hier ook wel best wel veel fouten gemaakt met spins, touchés en nog allemaal wat. Vooral voornamelijk spins. Vanwege die curbzones. Helaas, we mogen niet tevreden zijn. We zijn de auto trouwens ook weer bijna kwijt. Maar goed. P17 is het. Sorry, het is P16 is het. Jammer, maar helaas 0 punten weer voor ons. Op naar de volgende wedstrijd. Okay, pick up rubber and bring it home. Another Spanish Grand Prix is over, and what a special race it was. Talk to me, Ants. What was it that set them apart from the competition today? Well, this was a real team victory. They put together a solid strategy today that appeared well suited to the conditions out on track. The driver did everything that was expected of them in the moment to really execute the team's plan to perfection. A shining example of how F1 really is a team sport. The drivers are en route to the podium as we speak. What a fantastic win for the Red Bull team. They performed exceptionally today, keeping us firmly on the edge of our seats throughout the entirety of the race. Congratulations to everyone at the team. Nou, hier ben dan dus de uitslag. Max Verstappen wint de wedstrijd. Bottas na 2. Hamilton na 3. Pakt de snelste race rond de punt. Norris na 4. Perez na 5. Ricciardo 6. Leclerc 7. Alonso 8. Gasly 9. En Vettel 10. Wij dus naar een P16 met een 1 stopper op 1 ronde blijkbaar. Lundgaard na 18. Sainz na 19. Die is uitgevallen. Giovinazzi uitgevallen. Schumacher uitgevallen. En Nikita Mazepin uitgevallen. Kampioenschap. Hamilton leidt met 7 punten voorsprong op Max. Wij dus naar P12 met 0 punten. Red Bull en Mercedes knokken voor P1. Maar goed, deze aflevering zit er alweer op, mensen. Ik hoop dat jij genoten hebt van deze video. Heb jij natuurlijk genoten? Beloon het dan met een like. Heb jij niet genoten? Dislike de video dan en vertel me waarom je het niet leuk vond. Ben jij trouwens nieuw op mijn kanaal? Wil je dan alsjeblieft abonneren voor meer wekelijkse F21-21 Mighting Career Mode en Breaking Point content? Schakel ook een like belletje aan als je geen enkele aflevering van mij mist. Volg me ook even op sociale media en mijn gebruikersnaam in de beschrijving. Dit was het journaal, mensen. Tot de volgende keer bij F1 2021. En ga verder in Monaco.